en leukste mensen. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, vlog, hoe je het wil noemen. Ik ga vandaag namelijk een soort van get ready with me opnemen, alleen dan in vlogstijl. Want ik heb vanavond, hou ik mijn verjaardag. Mijn verjaardagsfeestje. Ik wilde het eerst niet vieren, alleen omdat heel veel vriendinnen van mij erover bleven zeuren. Ja, ga ik het uiteindelijk toch doen, maar niet groot of zo, gewoon in het klein beetje. Niet te veel tralala, want daar heb ik zelf ook niet zoveel zin in. Het is nu bijna 12 uur en ik ga me dus douchen. Ik ga heel het huis opruimen en ik ga me klaarmaken. En dat ga ik jullie vandaag gewoon allemaal laten zien. Ik ga laten zien wat ik aandoe en al die tralala en tralala. Dus als jullie deze video nu al leuk vinden, doe zeker jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. En laten we maar snel doorgaan met de video. Let's go! Nou jongens, als jullie recht blijven staan zou het top zijn, maar zoals jullie kunnen zien ben ik net klaar met douchen, dat hebben jullie net ook kunnen zien. Ik heb nu eventjes mijn, deze is eigenlijk niet van mij hoor, Jeline, sorry als je dit kijkt. Maar ik heb nu even mijn badjas aan, want mama zei dat het wel handig was, dat had ze eigenlijk al 2 weken geleden gezegd. En toen dacht ik van ja, weet je, vind ik lullig, maar nu dacht ik van joh, ik doe het wel aan, want het is makkelijk. Maar als ik klaar ben met douchen, dan ga ik altijd even, dan doe ik altijd 5 minuten daarna en dan ga ik eerst body lotion en allemaal dat soort dingen. En dan daarna ga ik mijn haar uitkammen. Oh, heel veel mensen zeggen ook als je haar nat uitkamt, dan kan het breken. Mensen, dat is een fabeltje. Je haar kan niet breken als je het uitkamt terwijl het nat is. Mensen lopen nu allemaal langs mijn raam en zijn echt dat me aan het aankijken alsof ik in een gekke huis hoor, maar oké. Zo, ik vind het wel genoeg uitgekamd. En dan doe ik altijd als het nog nat is de BioWise 100% Organic ontgeurende kokosolie in mijn haar. Want ik hou eigenlijk helemaal niet van de geur van kokosolie behalve in mijn haar. Maar deze is dus ontgeurend, want die wat jullie net konden zien van All You Need Is Love van conditioner, die heeft ook een kokosgeur en ja, ik vind het wel lekker ruiken. Dus dan pak ik daar een beetje van. In de zomer is dit altijd helemaal gesmolten. Ja, ik doe die ook heel lang mee. Maar nu is het echt helemaal hard. Dus ik pak dan gewoon een beetje op mijn vingers. Een beetje kokosolie. Zo ziet het eruit. Doe ik dat tussen mijn handen. En dan doe ik dat alleen aan de uiteindes van mijn haar. Zodat het gezonder is. En dit doe ik ook altijd nadat ik mijn haar heb gestyled of gekruld. Of eender hoe je het wil noemen. Of wat je wilt of hoe je het doet. En ik heb gewoon echt het idee alsof dit mijn haar helpt. Dus, en dit hoeft natuurlijk ook helemaal niet hoor. Want sinds de zomer deed ik dit ook niet. Maar dit heeft mijn haar wel geholpen. En dan, omdat ik natuurlijk ga opruimen, doe ik een haarband in. Omdat ik niet mijn haar in de weg wil hebben, maar ik ga het ook niet vast doen, want dan krijg ik gekke golven of zo. En dan is het uiteindelijk na 2 uur nog steeds niet gedroogd. En dan ga ik dus nu deze haarband in doen. En deze haarband heeft dus zo'n bepaalde stof, wat blijkbaar dus heel goed is voor je haar. Maar ik ga het gewoon gebruiken omdat ik geen zin heb in haar in mijn gezicht. Dus ik ga er heel mooi uitzien. Kijk, wat fantastisch is dit, jongens. Het is toch om te genieten van. En dan ga ik nu opruimen. Oké, jongens. Hi, hallo. Het is inmiddels wat donkerder. Het is nu 4 over 4. En we zijn klaar. Ik moet alleen nog eventjes de speelkamer gewoon een beetje in orde maken. Maar ik ga het jullie laten zien. Maar daarvoor moet ik eerst even alle lampjes aanzetten. Want ja, ik heb er wel een paar.
Want lampjes zijn gezelligheid. En het is natuurlijk... Ja, ik kan het nog niet helemaal laten zien hoe het eruit ziet. Omdat ik... Ja, dat kan wel. Maar het is natuurlijk anders... 's avonds, vanavond. Dan ziet het er wel anders uit. Als dat een goed woord is. Dus ik zal het nu soort van... Het licht proberen te creëren wat je gaat zien vanavond. Maar dat is een beetje moeilijk. Nu komt eerst papa langs. Oké. We hebben dus nog ook heel veel versiering van Iris. Van haar verjaardag hebben we gewoon expres laten hangen. Dus ik heb dan gewoon dit. En dan hebben we hier deze hele leuke flessen. Die vind ik echt super leuk. Daar zit dus licht in. En dan hangen hier dus gewoon dingetjes om foto's mee te maken. En dan hebben we hier de staantafels. Daar kunnen we gewoon gaan staan en dansen en zo. En dan heb ik daar gewoon slingertjes op gedaan met lampjes. Superleuk. En dat heb ik hier ook gedaan. Alleen is het dan hier in de vorm van een ster. En dan heb ik hier zeg maar ook ballonnetjes. You did it. En dan zo'n slinger. Je ziet dan nu nog wel op de achterkant de speelkamer. En daar kunnen dus ook foto's en zo worden gemaakt met dus die dingetjes. En dan heb ik voor de rest nog gewoon daar ballonnetjes hangen en daar slingertjes. En dat is het dus een beetje. Ik zal het vanavond ook nog laten zien als het te donker is. Want dan is het natuurlijk het allerleukste. En we hebben nu geluk dat het winter is. Dus dat komt wel goed. Hè? Want dan is het heel snel donker. En ik ga jullie gewoon nog laten zien wat ik aandoe en zo. Maar dat ga ik jullie later pas laten zien. Omdat ik of course nu nog niet mijn kleding aan ga doen. En ik ben super slim. Ik ga een masker opdoen. En dan laat ik dat drogen terwijl ik mijn kamer opruim. Als dan mijn kamer is opgeruimd, kan ik het masker nog meteen afhalen. Dus dat is mijn plan. Dat ga ik ook doen. Oké, jongens. Ik heb net mijn pak uitgedaan. Want ik was echt aan het stikken hoe warm was het. Maar ik ga dus dit maskertje opdoen. Dit ruikt zoveel naar aardbeien, maar zeg maar niet hoe. Niet de chemische aardbeien, gewoon de oprechte aardbeien. Oké, dat is een begin. Ik weet niet of jullie het fatsoenlijk kunnen zien, maar er zitten dus ook echt scrubkooltjes in dit masker. Maar ik ga dit dan dus nu een kwartier tot 20 minuten oplaten. En terwijl dat ik aan het wachten ben, ga ik mijn kamer opruimen. Oké, het masker is eraf. En mijn kamer is ook gewoon weer netjes. Ik heb mijn haar net gestyled. En ik ga dan nu krullen. Ik weet dat dat heel slecht is, dus ik hoef daar geen reacties over. Ik doe dat ook zelf bijna nooit, krullen en stylen. Maar ik vond het wel leuk voor vandaag, want dan is zeg maar de bovenkant plat. Want ik doe altijd alleen maar aan de onderkant krullen. Omdat ik eerst denk ik het echt vanuit... Hier, maar ja, ik weet niet, ik vond dat niet mooi meer of zo. Dus ik ga nu even kijken welke maat ik wil. Omdat je dan, ja, dat klinkt heel fout hoor. Maar ik bedoel gewoon meer van de grootte van je krullen. Terwijl of je hele kleine krulletjes wil of juist hele grote krullen. Oké, ik heb nu mijn haar gekruld. Ik heb het nu in een knotje gedaan. Maar ik ben dus aan het twijfelen tussen twee dingen die ik aandoe. En ik ga het jullie laten zien. Oh jee. Ik ga het jullie laten zien. Zeg maar, ik ben aan het twijfelen tussen dit rokje van Nick & Nick en deze broek van Nick & Nick. Deze zijn allebei van de Nick & Nick's X Joy collectie. En aan de ene kant, ja, ik weet niet. Ik heb zoiets van, eigenlijk wil ik deze aan. Omdat, zeg maar, ik draag nooit rokjes. En naar school kan dat ook moeilijker. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van misschien is dit wel iets feestelijker. Dus, I don't know. Jongens, ik ben klaar. Ik moet alleen nog mijn panty en mijn schoenen aan. Maar ik heb dus, ja, ik ga het al in de spiegel laten zien. Ik heb deze zwarte top aan van de H&M schoenen trui. En dan heb ik dit rokje aan van Nick & Nick. Er moet wel nog een panty onder. Dan heb ik gewoon mijn accessoires. Deze horloges van Daniel Wellington en de armband ook. Mijn ringen weten jullie ondertussen. Hopelijk wel. Hier heb ik ook allemaal ringen. En mijn oorbellen zijn van de HEMA. En dat is mijn outfit. Het is best wel casual vind ik zelf. Ik bedoel, het is gewoon zwart. En qua make-up heb ik gewoon mijn daily make-up routine gedaan. Omdat ik heel eerlijk gezegd
ja, weet je, waarom zou ik helemaal oogschaduw gaan doen en zo als ik dat normaal ook niet doe? Dus dit is nu gewoon mijn look. Jongens, ik heb een pakje op mijn hoofd. Good morning allemaal. Het is vandaag de day after na mijn verjaardag. En ik heb, het was echt super leuk en gezellig. Dankjewel voor iedereen die is gekomen. Maar ik wil even een shout-out geven aan Guusje. Guusje, hallo, als je kijkt. Ik weet dat Guusje mijn video's kijkt. Guusje is een heel goed vriendinnetje van mij. En zij heeft dus echt het super liefste cadeautje ever gegeven. Ze heeft me dus een pot gegeven met 20 dingen die ze leuk aan me vindt. En complimentjes en allemaal dat soort dingen. Dus daar echt super erg aan bedankt. En van de andere meiden ook super erg bedankt voor alle leuke dingetjes. Maar dat wilde ik gewoon even zeggen. Want ik vond dat echt heel leuk. Dus als jullie nou ook zoiets hebben van yo, kan je altijd gebruiken. Want ik denk dat je vriendinnen dat echt heel leuk zouden vinden. Maar als jullie deze video natuurlijk ook leuk vonden, moeten jullie zeker jullie duimpjes omhoog doen, liken, abonneren, reageren. En laat alvast even weten in de reacties wanneer jij jarig bent. En hopelijk zie ik jullie weer tot de volgende keer. Doei doei, fuckers van Emma. Doei doei.